Hallo, leuk dat je kijkt. One Sheet Wonder, dat is het thema van deze video. Ik ga je laten zien hoe je zo'n soort A4'tje kunt stempelen. En One Sheet Wonder betekent, het is één blad en je kan er wonderbaarlijk veel dingen uithalen. En dat ga ik je laten zien. Eerst hoe je zo'n A4'tje opbouwt, hoe je het opzet. Dan wat template er is, het schabloon wat je eroverheen kunt leggen om idee te krijgen hoe je hem op kan snijden. En kan gebruiken voor kaarten of andere dingen. En dan ook nog een paar andere One Sheet Wonders volgens dezelfde template. Hetzelfde schabloon. En dan hoor ik ook graag welke van de vier die het dan zijn, ik voor je mag gaan versnijden. Dat doe ik in een volgend filmpje. Eerst even kijken waar je op stemt. En dan ga ik iets maken, ik weet nog niet wat. Maar met één van de One Sheet Wonders die ik ga laten zien. Deze video maakt deel uit van de videohop van het Feel Good Stampin' Design Team, waar ik lid van ben. Dus onder in de beschrijving onder deze video staat een link van een collega naar wie je door kunt hoppen. En dan zie je zo, als je het kringetje rondgaat van de een naar de ander, allemaal inspiratie rond het thema One Sheet Wonders. De producten die je ziet zijn bij mij en bij de collega's uit de hop te bestellen. En als je vragen hebt over de producten of technieken, dan hoor ik het graag. Veel plezier bij het filmpje! Ik ga de One Sheet Wonder stempelen met textured floral. Ik kan natuurlijk met allerlei sets, maar ik vind deze er echt ideaal voor. Omdat er zitten grote, middelgrote, kleine, zelfs heel kleine bloemen in. En het heeft geen vaste steel, dus je kan met de blaadjes er goed omheen. En ik begin met de grote bloem in Gorgeous Grape. Ik ga een H-vorm stempelen. En hierna zal ik laten zien hoe de template is om hem in stukken te snijden. Kan je een beetje zien als het gestempeld is wat je er allemaal uit kunt halen. En ik begin met een band aan beide kanten. Het is natuurlijk allemaal niet zo spannend om naar te kijken als je iedere keer hetzelfde ziet. Maar ik hoop dat het vrij vlot gaat. En dat je leuk vindt om te zien hoe je hem op kan zetten. Hoe die een beetje groeit, als het ware. En dat je op ideeën komt met stempels die je natuurlijk zelf hebt. Waar je dit ook mee kan doen. Ik laat de richting een beetje wisselen en ook de hoogte een beetje. Zoiets voor de randen. En dan ga ik in het midden nog iets maken. Even deze eronder uit. Het stempelmatje doe ik eronder omdat het fotopolymeer is. En dan, omdat het geen kussentje heeft, krijg je wat betere afdruk als je dat kussentje eronder legt. Eens even zien. Hier iets soortgelijks. Ook een beetje verschillende hoogte. De afdruk is niet helemaal goed, maar dat geeft eigenlijk niet, zal je zien. Zoiets. Nou, kan ik er? Ja, kan er nog een eentje bij zetten. Afstempelen. En hier. De volgende stap is de middelgrote bloem, die doe ik in Fresh Freesia. Dat is deze. Ook weer hetzelfde principe van die H als het ware, met die twee staande pootjes en iets horizontaals ertussen. Min of meer horizontaal. Kijk een beetje of die kleuren overal terugkomen. Dus bijvoorbeeld hier wil ik nog wel eentje hebben. En hier ook nog wel iets.
dan daar nog weer een kleiner bloemetje. Doe ik in Boho Blue. Kijk, als hier dit de randje is vrij licht en dan vind ik het dus leuk om daar dan weer wat donkerder, dus eerste generatie bloemen op te zetten. Dan gaan we over naar het groen. Je zou nog wat verdere details kunnen doen, maar dat nu voor het principe van de One Sheet Wonder laat ik het hier even bij. En gaan we naar het groen. Heel handig blaadje, omdat er ja, van die allerlei kanten en het heeft toch wat schulpjes op de een of andere manier. Het is niet zo duidelijk een begin en een eind aan dat blad. Dat vind ik er wel grappig aan. Dit is Granny Apple Green. De volgorde aanhouden. Ja, waar je hier, als je op die rand komt, op moet letten. Nou ja, je moet niks, maar dat is een beetje handig, zeg maar. Kijk, als ik nu zo gestempeld heb, dan heb ik hier een rand op zitten. En als ik dan de tweede generatie opnieuw zou stempelen, dan krijg ik hier die rand mee. Omdat het stempel voor een deel op het papier zat en voor een deel eraf, heb je dus geen egale beinkting meer. En dan is het beste om, ik zal het voordoen, hier, en als je hier stempelt, en hij zit ook weer van die rand af, niet doorstempelen, maar gewoon opnieuw beinkten. Dan is die weer eerste generatie. En als je hem kleiner, kijk, nu zit de rand hier, als je hem die rand ervan afhaalt en hem dus wat laat zakken zodat je er geen last meer van hebt, dan kan je wel tweede generatie zetten. En anders, dan stempel je gewoon eerst even af en doe je daarna dit. Dat werkt ook prima, dit idee. Zoiets. Kan nogal wat. Hier zie je al de opzet eigenlijk. Ja, het is niet echt een haan natuurlijk, maar je hebt iets in het midden en twee poten aan de zijkant. Het template om op te snijden komt natuurlijk straks, had ik al gezegd. Maar eerst nog even wat details erin zetten. Dan gaat hij echt leven, is leuk. En ik zet de hartjes van de bloemen erin. Je kan verschillende hartjes in verschillende bloemen zetten. Ik vind deze combinatie voor de hand liggen. En ik zet die meestal hierop. Maar ik heb ook wel gezien dat mensen deze gebruiken. Moet je maar kijken wat je mooier vindt. Ik begin even met Orchid Oasis voor de hartjes van de blauwe bloemen. Echt wel leuk om dit zo op te bouwen. Ik zal eerst eens kijken hoe die is als ik een tweede generatie doe. Vind ik al wat donker genoeg, denk ik. Hangt ook een beetje van af hoe... Hoeveel inkt er in je inktkussen zit. Is het al een beetje uitgedroogd, dan kan je misschien gewoon eerste generatie doen.
derde generatie, dus 1, 2, 3. Als zo'n blauw bloemetje achter een roze zit, dan zet ik hem wel eens een beetje half, als het ware zo. En dan komt de rechterkant niet mee. Beetje dit, zie je het? Ja, hier was ik. Hier ook, dan zet ik hem niet over dat paarse, maar onder op dat blauwe. Dan voor deze hartjes Blackberry Bliss. Vind ik een hele leuke combinatie met het Fresh Freesia van die middelgrote bloemetjes. Die doe ik wel eerste generatie bij in ieder geval de volledig gestempelde bloemen. Dus een eerste generatie bloem krijgt ook een eerste generatie hartje. Als je een beetje precies wilt zijn, dus hier wil ik niet het hartje over dat groene blad hebben. Want het hartje hoort natuurlijk bij de roze bloem die daarachter zit. Dan neem ik een kladblaadje en dan leg ik dat een beetje zo over het gedeelte waar die inkt niet moet komen. En zo. Nou, lijkt het net of het erachter zit. Hier nog. Dan vind ik het wel leuk om met een Stampin' Right marker, Daffodil Delight, die hartjes een beetje een warme kleur geel te geven. Dan vind ik die witte gaten in die grote bloem altijd iets te opvallend. Wat ik nu ga doen is met Gorgeous Grape die hartjes een beetje ook wat paarser maken. Wat ik ook had kunnen doen is de bloem net even na het stempelen een slagje draaien. Dan vult hij zichzelf ook wat meer op. Kan ook, maar ik heb gewoon niet aan gedacht. Dus ik doe dit. Even kijken hoe... Beetje eroverheen aaien om dat ergste wit eraf te halen. Stoort het je niet, valt het je niet op, ook prima, hè? Dan laat je ze gewoon zo. Ze zijn niet voor niks zo gemaakt. En dan als laatste stap de spikkels. Heel leuk altijd als er een set is waar spikkels in zitten en hier zit alles in één. Dus dat is ideaal. Ik doe ze in Old Olive. Net iets donkerder dan dat Granny Apple Green wat er al in zit. Ook daar is het even zaak om te kijken hoe erg je... inktpad, je inktkussen nog, hoeveel inkt je inktkussen nog heeft.
Dit is het geworden in minder dan een half uur. Ik weet niet of ik er nog in ga knippen en doen met het bewerken. Dus of je echt een half uur op zit te kijken, weet ik niet. Maar mij heeft dit minder dan een half uur gekost. En je kan er heel veel uithalen. Kijk maar. Dit is het template wat ik ervoor gemaakt heb. En je kan snijden zoals je wilt. Hoe die gemaakt is, is 4 tags aan elke kant. Maar je kan natuurlijk ook heel goed denken, oh, ik maak hier, ik snij dit niet, maar ik neem dit voor een kaart. Of ik leg hem iets hoger, ik snij hem hier af. Kan ook. Misschien een liggende slimline kaart. Kan je er ook uithalen. Geldt natuurlijk voor beide kanten. En dan hier een slimline kaart en hier. Of dit. En dan kan je deze bijvoorbeeld zo iets hoger leggen. Dan heb je dit gedeelte. En dan heb je hier die twee bloemen zitten. Je kan een beetje zo schuiven. Zo. Dit zou ook mooi zijn. Kijk, zo. Deze. En dan dit als tagjes of nog zo als kaart of als een soort boekje wat openvouwt, wat je ergens in kan doen. Vind je het niet leuk? Het is toch geweldig hoe je met zo'n... Het idee van deze templates heb ik van Ruth Trice. Die stempelt ook prachtige dingen. Van haar heb ik het ook geleerd. Door gewoon veel YouTube te kijken. Nooit ontmoet helaas nog. Maar grote inspiratiebron. En zij werkt ook met templates. Ik heb er ook nog veel meer. Maar dit had ik van de week bedacht. Omdat ik bezig was met dat thema van dat One Sheet Wonder. En ik dacht, ja, hoe kan je er nou zoveel mogelijk uithalen? Ik geef straks de maten van het template. En hier zie je een beetje mijn weg hier naartoe. Hoe ik hem bedacht. Want ik had dit idee van die tags aan de zijkant en slimlines in het midden. Toen had ik eerst deze gemaakt. Ik wilde een beetje stoerdere, een beetje mannenkleuren, zeg maar. Wel bloemen, maar dan toch wat minder lief, wat minder zoet. En toen had ik hem zo gemaakt met die bloemen nog aan de zijkant in plaats van in het midden. Zie je het verschil? Hier zit hij in het midden. En hier is het midden wit en zit het bloem aan de zijkant. En toen dacht ik, dit slaat natuurlijk nergens op. Dit heeft helemaal geen nut. Want als ik ze toch aan de zijkanten zet, kan ik net zo goed twee banen stempelen. Dat doe ik ook wel eens. En heb je gewoon een hele witte strook in het midden. Maar als je echt iets wil doen met dit effect, dat je deze op een slimline kaart kan zetten. Of in een grote kaart op deze manier, dat je het hele centerpiece houdt. Ja, dan moet je niet die randen gaan doen, want dat voegt dan niks toe. Maak dan gewoon twee banen. Dacht ik bij mezelf, hè? Zo spreek ik mezelf dan toe. Dus dit werd hem niet. Toen dacht ik, ja, dan moet ik moet dus een baan hebben zo in het midden en die twee poten van die H. En toen had ik dit. Nou, even los van, de kleuren zijn natuurlijk meteen veel, veel liever en zoeter. Dus ik wilde ook wat anders maken. Ik vind die tekjes ook heel leuk. Maar hier zit te weinig lucht in. Hier heb ik weer geen wit. En dat wordt het een leuke achtergrond, maar het ademt niet. Er zit geen wit meer in. Hier gaat het al beter. Er zit wel wat meer lucht. En deze zijn natuurlijk heel leuk. Ja, die vind ik heel leuk. Hoe dit nou zo als slimline zou worden. Of ook dit. Of dit, ja. Dus dit ging al beter, om maar zo te zeggen. En toen kwam de kerstversie. Dit is, ja, kerstkleuren. Hetzelfde set gewoon. En dan alleen andere... Ik heb er nog goudspikkels overheen gezet. Weet niet of dat te zien is. Het is zo leuk om mee bezig te zijn. Very vanilla, dit. En hier dacht ik, ja, zo bedoel ik hem. Met dat licht hier erin. De witte banen, als het ware. Hier en hier, zo eromheen. En hier de tags vooraan, kerstcadeautjes. Of ook nog weer voor op een kaart. Want dit vierkantje zo hier, nou het is niet vierkant. Maar dat zou ook een prima kaart zijn. En dit ook. En hier trouwens ook. Je kan hier ook nog weer stukjes van een kaart van maken. Er wat designpapier bij zetten. Ja, dus hier kan je echt, je kan hier de wereld uithalen. Ik vond het zo leuk.
Ik hoop dat jij dat ook vindt natuurlijk. Dus laat het me weten in de opmerkingen hieronder. Ook als je er vragen over hebt, van wat heb je gebruikt of hoe heb je dat gedaan. Dan hoor ik het graag. En hier is dus nu, dit is wat het geworden is. Wat ik ontdekt heb, wat ik in ieder geval zelf leuk vind. Is dat er dus dat wit omheen zit. En dat ik kan schuiven met die elementen die op die banen zitten, die poten van de H. En hier dingen mee kan doen. Leuk, hè? Tenminste, ja, ik vind dat helemaal leuk. En dit zijn de maten. Dus wat je doet is bij een A4 gewoon midden-midden. Zo ken je wel vaker, denk ik, One Sheet Wonders die je bestempelt. En dan haal je er gewoon 4 dezelfde kaarten uit. Dezelfde maat althans. En dan heb ik daarna 6 centimeter uit elke kant in de breedte. En zo in de lengte. Als, ja, of wat is breedte en lengte? Nou ja, je ziet het wel. Vanaf deze 5 centimeter. Dan zijn deze niet hetzelfde. Want dit is niet 20, maar 21 centimeter breed. Dus als je hier 5 doet, wat ik gedaan heb, omdat het zo ideaal voor een tag pons. Die zijn meestal 5 centimeter breed. En als je deze dus hebt, snij je gewoon dat ergens een randje af. Misschien hier, omdat deze rand vaak leuk bestempeld is. En dan hou je ook 5 centimeter over voor je tag pons, als je die wil gebruiken. Dus dit zijn de maten. Kan je makkelijk op deze manier tekenen. En ik heb een zo'n overhead sheet of zo'n inbind sheet uit de boekhandel gebruikt. Maar met een gewone Windows sheet kan dat ook natuurlijk. Dit is wat ik wilde laten zien. En ik heb een vraag. En dat is misschien wil je me laten weten wat je tot kaarten gemaakt wilt zien. Zal ik zeggen even. Dit is nummer 1. Dit is nummer 2. Dit is nummer 3. En dit is nummer 4. Dus 1, 2, 3, 4. In een volgend filmpje ga ik iets ook echt versnijden. Ik weet nog niet hoe. Ik weet nog niet wat ik ervan ga maken. Maar laat me weten welke je verwerkt wil zien. En als je dat hieronder zet, zou ik hartstikke leuk vinden. Abonneer je dan gelijk op mijn kanaal. Dat vind ik ook leuk. En ik kan iedere aanmoediging gebruiken natuurlijk. En dan ga ik in een volgend filmpje met de One Sheet Wonder die het meest gekozen is. Daar ga ik mee aan de slag om de kaarten of iets anders van te maken. Dat zie ik dan vanzelf. Dus laat me weten. 1, 2, 3 of 4. Vergeet niet door te hoppen naar mijn collega hierna in de hop. Veel plezier met alle dingen rond One Sheet Wonders die je voorbij ziet komen. En ik zeg tot de volgende kaart. Dag!